Ik krijg veel vragen over welke formules je nou precies moet kennen voor het bedrijfseconomie-examen in 2022 voor HAVO en VWO. Daarom laat ik je deze website zien. Die ken je natuurlijk wel, examenblad.nl. Maar als je kijkt bij bijvoorbeeld bedrijfseconomie-HAVO, hetzelfde is bij VWO het geval, bij de lijst van standaardformules en je klikt daarop. Dan kom je in dit bestand terecht. Ik zou het iets groter maken. En dan zie je hier voor de HAVO en voor het VWO welke formules je moet kennen. Dus die krijg je niet op het examen, die moet je uit je hoofd kennen. Dus de quick ratio, de current ratio, de solvabiliteit. En dan bijvoorbeeld rentabiliteit. Nou ja, zo zie je het hele lijstje van wat je moet kennen. Is natuurlijk handig als je het examen voor je neus hebt en je wil beginnen om dan eerst even de formules die je in je hoofd hebt zitten op te schrijven. Mocht het zo zijn dat je 2 uur in het examen opeens een formule nodig hebt, kan het zijn dat je hem kwijt bent. Dus schrijf ze meteen eerst even op en ga dan vervolgens aan de slag met het maken van het examen. Deze lijst kan je aanhouden. Dus één formule die er niet op staat, maar die je wel degelijk moet kennen. En dat is de formule voor samengesteld interest. Het berekenen eigenlijk van de eindwaarde en de beginwaarde. En de link naar die video zie je aan het einde van deze video nog staan. Dus dan kan je die video ook nog even bekijken. En die formule moet je dus wel kennen. Succes met het leren en ik hoop dat ik in ieder geval op die manier met deze video duidelijkheid heb gegeven over de formules die je voor bedrijfseconomie dit jaar moet kennen op HAVO en VWO. Je bent een topper. Succes!